kan die achterwaarts naar het eind van het touw. Dus ik word actief. Ik zeg, kun je van mij achteruit? En kan die dan ook recht achteruit? Ja? Dus ik ga kijken, kan die recht achteruit tot het eind van het touw? Ja? Hij heeft een beetje last van vliegen. Kijk, nu stopt hij. Zeg, hé, let op. Goed zo. Ja? Nou, je ziet, 6,70 meter. Dat doet hij eigenlijk goed. Goed zo. Alleen nu ga ik een stukje verder weg. Nu ga ik kijken, kan ik hem vanaf een metertje of 6, is dit wel denk ik, achteruit laten lopen. En kan die dan recht achteruit tussen die tonnen door. Ja? Zie, dat is toch iets lastiger voor hem dan dat er niks staat. Hè? Dus hou dat in de gaten, dat sommige paarden hebben er moeite mee als er iets achter ze is. Ah, als je er eenmaal door is, dan zie je, toen kwam de versnelling. En zo kun je ook testen of je paard een probleem heeft met iets achter hem. Sommige paarden hebben problemen met iets aan de zijkanten. Sommige paarden hebben problemen met dingen bij de schoft. En sommige paarden hebben problemen met de neus al. Nou, hier zag je dat hij het achter hem was. Toen was hij twijfelachtig. Toen de staart er helemaal doorheen was, toen versnelde hij en deed hij wat hij moest doen. Kom maar hier. Ja. En ook hier, kijk, ik ga gelijk naar 6,70 meter. Begin gewoon met hem ertussen. Ga naar 1 meter, ga naar 2 meter, ga naar 3 meter en bouw het gewoon rustig op. Ik dook een beetje in diepe, maar dat hoef je niet na te doen. Je mag het nadoen, maar als het dan niet lukt, neem het je paard niet kwalijk. Denk dan gewoon, oké, ik heb het geprobeerd en ik heb verloren. Nou, de volgende wat ik wil doen is, ik wil met hem aan de wandel. En ik ben mijn touw nu even aan het managen, of ik kan het net zo goed laten liggen. Dan zeg ik, ga je meelopen? Ja. En dan ga ik kijken of hij met mij mee wil lopen. Kijk, nou blijft hij achter. Dan zeg ik, kijk, loop eens iets meer naar voren. Juist. Ja. Ik wil dat hij, kom eens meer naar voren. Nog iets meer naar voren. Hier wil ik hem hebben. Dus ik wil kijken, kan hij met mij, ja, een soort van hals aan schouder, hals aan hals, meelopen, kan die stoppen. Oh, en als hij stopt, kan die dan achter mij, bij mij blijven. Ja? Dus nou was de voorhand gestopt, maar de achterhand niet. Dus ja, schaart hij eigenlijk uit. Goed zo, kerel. Nou, we gaan het weer proberen. Dan ga ik weer lopen. Ik loop hier even tussendoor. En dan ga ik het nog een keer proberen. Kijk, nou loopt hij iets achter. Nou loopt hij mooi bij. Dan zeg ik, stopt ik. Zie, nou stopte hij perfect. Ja? En nu loopt hij weg, denkt hij, hey, ik mag daarin. Zeg ik, nee, blijf gewoon op je plek, we zijn gestopt. Ja. En dit zegt me alleen maar dat de achterhand nog door wil, dus dat hij in zijn hoofd nog niet helemaal gestopt is.